mensen jullie horen wanneer Samuel die foto terug te zetten. Maar meneer Samuel, hoe gaat het met u? Het gaat goed, dank u. En met u? Met mij gaat het uitstekend. We beginnen mooi weer te krijgen. Okay, mooi. Het lijkt een beetje op Suriname hier. Ja. En ik ga u vragen om de mensen te groeten, de mensen die luisteren. Helaas mensen, moeten we het helaas doen telefonisch. En jullie horen meneer Samuel helemaal goed. En ja, ze zeggen luid en duidelijk. U mag de mensen even groeten. Horen ze me wel goed? Ja, de mensen horen u luid en duidelijk. Oké. Goedendag allen. Goedendag volkers. Goedendag diaspora. Ik ben Iwan John Samuel. Ik groet jullie van harte vanuit Suriname. En ik wens heel veel plezier met jullie te hebben in deze uitwisseling. Om te kijken wat wij ervan kunnen maken. Om Suriname iets beter te gaan maken. Om hem op een hoog niveau te tillen. En om nooit zo diep terug te vallen. Als we dit samen kunnen doen, dan laten we ervoor gaan. Ik sta helemaal open ervoor. En dat ben ik. Alsjeblieft. Meneer Samuel, u bent namelijk, als ik het goed heb, bent u de voorzitter van de Nieuwe Wind? Ja. Kunt u een beetje meer vertellen over de Nieuwe Wind? Oké, de Nieuwe Wind. Het is namelijk zo dat ik ik heb 11 jaar gezeten bij de NDP toen ik in de actieve politiek ben gegaan. Ik woonde in Frans-Guyana, niet in Suriname. Mm-hmm. En in Frans-Guyana heb ik verschillende... Ik heb 34 jaar daar gewoond. Maar ik ben niet gewoon in Frans-Guyana gaan wonen. Ik was vluchteling. Dus ik was een... Ik ben gevlucht naar Frans-Guyana toen ik 10 jaar oud was. Mijn land heeft me laten vluchten vanwege de situatie in het land. Niet dat ik de schuld op iemand schuif of zo, maar dat waren feiten. Mensen zijn zelf naar Nederland moeten vluchten omdat er een binnenlandse oorlog was. Ja. En vanuit Frans-Guyana heb ik verschillende activiteiten ontplooid waar ik mezelf heb kunnen maken tot wie ik vandaag ben. Door Gods genade natuurlijk. Ja. Dus dat zijn de belangrijke elementen wat ik kan geven. En toen ik merkte, ik was bij de NDP, en toen ik merkte, die me verstaan, ik merkte dat je maakt afspraken met de grote partijleider. Tijdens verkiezingen zeggen ze ja voor alles. Maar wanneer ze daar zijn gaan zitten, dan veranderen die dingen. En ik ben een dienstbare en een loyale jonge man. Ik heb mijn fouten gemaakt, zoals allen. Ja. Maar ik ben een dienstbare jongen. En toen ik dat merkte, heb ik gezegd, nee, ik weet dat ik de capaciteit heb om een partij te leiden. Ik was nog jong, dus heb ik niet te vroeg de keuze gemaakt. Maar ik ben mezelf gaan onafhankelijken. Door middel van een bedrijf neer te zetten. En toen ik mijn bedrijf heb neergezet, zelf goed onafhankelijk gemaakt, heb ik gekozen om een partij op te richten, omdat wanneer je een partij opricht, dan word je vijand voor vrienden en families. Ja, dat is waar. Dus als je een partij opricht, wordt die vijand voor vrienden en familie. Maar voordat we verder gaan... Dan word je niet meer dezelfde Samuel, dan word je als iemand anders beschouwd. Ja. En dat is zo jammer, want niet dat jouw boodschap niet eerlijk is. En zelfs die vrienden en familie weten dat je eerlijk bent. Ja. Maar toch ze je met jouw besluit hè, om een politieke partij op te richten. Dat is zo jammer en vervelend. Zeker weten. Mensen, niet te vergeten, wij spreken hier met John Samuel, de voorzitter, enige echte voorzitter van de Nieuwe Wind. We moeten het telefonisch doen en vandaar dat hij niet in beeld is. We hebben te maken met een technische storing, internet, die ons de baas speelt. Maar dit speelt ons niet de baas. Meneer John Samuel, u heeft iets gezegd wat mij even heeft getriggerd. Behalve 11 jaar te zijn bij de NDP, maar u was vluchteling.
toen ik 10 jaar oud was. Dat heeft mij even kippenvel bezorgd op dit moment. Omdat dat mij even toch nieuwsgierig maakt naar hoe u op dit moment bent. U heeft een klein beetje verteld, maar ik wil een beetje, toch een beetje dieper ingaan van wat heeft u kunnen zien als vluchteling of meegemaakt als vluchteling tijdens een conflict in de Binnenlandse Oorlog? Wat heeft u meegemaakt en samen met die ouders? Want daar zijn we wel even benieuwd naar als Surinaamse gemeenschap, omdat wij wel iemand zien die zich dienstbaar opstelt naar de gemeenschap. En de gemeenschap wil, denk ik, namens mij ook dit ook weten. Ik luister. Ja, helemaal. Het zij zo dat ik was 10 jaar, 10 jaar jong, dus ik moet niet zeggen 10 jaar oud, ik was 10 jaar jong. Ja. Ik zat in de 4e klasse van de Fred Moerenstein School, dus de school van de EBGS. Ja. En 10 dagen nadat ik over ben gegaan naar de 3e klas, is er het hoofd van de school, meneer Vasseur, heeft hij gezegd, hij heeft de bel geslagen, heeft hij gezegd, kinderen, jullie moeten naar huis, omdat het gevaarlijk wordt en het feit dat het gevaarlijk te gevaarlijk wordt, wanneer het rustiger weer is, dan komen jullie terug. Ja. En dat heeft gemaakt dat ik weg ben gegaan, wij moesten vertrekken uit Mungo, want de militair kwam naar daar. Je had de jungle commando's. Het was pittiger in Mungo. Ik ben in Albina geboren, maar in Mungo opgegroeid. Oké. En dan zijn we gevlucht in het bos. Vervolgens om gebracht te worden naar Frans-Guyana. Want men vond dat we veiliger daar waren. Maar om te zeggen, als we veel hebben gezien, ga ik zeggen ja. Omdat de familie, de nabestaanden, een deel van de mensen die slachtoffer zijn geweest van Boyuana, waren thuis bij mijn vader. Ja. En we zijn samen gevlucht. Dus ik ken veel van ze persoonlijk. Okay. U weet, wij Binnenlandse bewoners, laat me het zo zeggen, wij Blakaman, we zijn allemaal families van elkaar. Ja, klopt. Dus zo werden mensen ontvangen. Mijn vader en mijn moeder, we hebben mensen begeleid en de jungle commando heeft ons begeleid naar de grens om vervolgens over te gaan naar Frans-Guyana. Ik heb beelden over wat ik nu vertel. Okay. En wanneer de tijd daarvoor rijp is, ga ik die documentaire laten presenteren. Ja. Aan de Surinaamse samenleving, aan de Nederlandse samenleving, want het komt van het maakt deel uit van onze geschiedenis en het moet besproken worden. Zeker weten, zeker weten. Nou, ik ben blij dat u dit klein beetje wil vertellen. En dan gaan wij verder naar, en we wachten voor die documentaire af, want belofte maakt schuld, hè? Ja, ik heb want het zijn beelden wat de Surinaamse media niet heeft, hè. En ik heb 34 jaar in Frans-Guyana gewoond. Ja. En ook Suriname daar op hoog niveau gediend. Okay. Dus ik heb netjes de beelden gevraagd aan de Franse autoriteiten, de Franse mediabedrijven. Ja. Waar ze toestemming hebben gegeven, eerst toestemming hebben gegeven. Dus het zijn beelden die ik gewoon vrij mag gebruiken. Ik heb ze via de legale weg aangevraagd. Nee, dat is goed, maar en wat het nog mooier maakt, is dat ik ook in de beelden voorkom als kleinjongen in de vluchtelingenkamp. Dat maakt het nog mooier. En dat maakt het sowieso mooier, omdat dat beelden kunnen zijn dat mensen zeggen van, nou, die is nou alleen. Die is al een piki-piki-tori. En het is een geschiedenis wat eigenlijk bij u hoort en dat u dat eigenlijk wel moet documenteren. En presenteren aan de Surinaamse samenleving. Wat ik zei eerder, belofte maar schuld. En we gaan nu over. Ja, ik ga even met u mee naar
11 jaar bij de NDP. Wat bedoelt u 11 jaar bij de NDP te hebben gezeten? Wat was uw functie of wat deed u daar? Ik heb me aangesloten bij de NDP omdat ik me niet terug kon vinden binnen de manier van bestuur van de andere partijen. Ja. Andere partijen, ik heb geobserveerd voordat ik het heb gedaan. Oké. Okay. En wat ik heb gedaan, is dat ik goed heb geobserveerd, ik heb mijn analyse gemaakt. Hoe heb ik geadviseerd tegen die tijd, dat was in 2008. Hoe heb ik geadviseerd door een soort peetvader van mij. Ik groet hem van hieruit, meneer Stapi Gomardan. Hij mag het er luisteren, als je redelijke politiek, als je goed politiek wil leren, want jij hebt capaciteiten, dan moet je bij de NDP zijn. Ik zeg eens goed, dan ben ik zelf gegaan naar de NDP en ik heb een afspraak getrokken met iemand om te praten. En die dag, het was in 2008, die dag was toevallig Jennifer Simons op kantoor in OC. Ja. Heeft hem ontvangen. En Jennifer Simons, ik zei tegen haar, ik heb geobserveerd en geconstateerd dat jullie geen sterke schakel hebben in Marowijne en ik wil jullie komen joinen. Ja. Maar ik kom niet gewoon, ik wil joinen als te zijn een DNA-kandidaat en ik wil eerst tonen dat ik de capaciteit heb voordat jullie mij plaatsen. Toen zei ik, oké, is goed. Ik ga u de voorzitter laten ontmoeten. Ik zeg, nee, ik ben niet gekomen om de voorzitter te ontmoeten. Ik ben gekomen om toestemming van jullie te krijgen dat ik mag werken. Want ik, al zou ik de voorzitter ontmoeten, dat geeft me nog geen toestemming om te werken. Ik wil toestemming. Jullie moeten me toestemming geven. Ja. Jullie moeten me toestemming geven dat ik namens de NDP mijn werkzaamheden kan verrichten. Dan pas ga ik jullie bewijzen wat ik kan. Toen zei ze, oké, ik geef u toestemming. Shoot, u mag werken. Ik zeg, oké, dank u wel. Ben ik op het veld gegaan. Ja. Ik ben netjes bij mij thuis gegaan. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Ik heb een onderzoekwerk, een verklaring gemaakt om het veld te onderzoeken wat ze willen, zonder een politieke karakter te geven. Ja. Om precies te weten wat de mensen willen hebben. En die formulieren heb ik mensen aangetrokken, mensen met kennis, met name leerkrachten, heb ik aangetrokken in te gaan om de mensen te ondervragen hoe ze wensen het land te zien en dergelijke. Dus het veldonderzoek is geweest op eigen kosten. Okay. Toen was ik nog geen politicus hoor. Toen was ik. Ik was nog een student, ik was student in Franciane, want ik heb mijn best gedaan om toch nog een keer school te gaan proberen. Na 22 jaar dat ik de school heb verlaten. Dan heb ik het zo gedaan, heb ik het onderzoek laten doen. En de stukken, ongeveer tussen 600 en 800 formulier. En voor een district als Marowijne, dan heb je al een heel groot deel van de mensen die hun mening hebben gegeven. Dat is 2008. En ik heb de documenten gebracht voor een politicoloog. En die politicoloog heeft een rapport van mij gemaakt, een verslag uit mijn onderzoek. En dat verslag heb ik gebracht voor de NDP. Ja. Heb ik een kopie gegeven aan hun. Maar ik heb het niet zomaar gegeven. Want je hebt mensen die jouw project en jouw idee kunnen bestelen. En dat kan je niet bewijzen. Ik heb het overhandigd. Maar ik heb ze gezegd dat ze me een verklaring moeten geven. Dat ik het heb overhandigd. Zodat ze geen grote man gaan spelen bij de voorzitter of bij andere mensen met mijn onderzoek en mijn rapport. Dat was niet moeilijk. Dat hebben ze ook gedaan. En 2 weken later werd ik gebeld door iemand van de partij dat de voorzitter, de heer Boutersen, mij wou ontmoeten. En ik moest me aanmelden in de stad. Ik was in Frans Guyana. Mooi.
wel hoe het is gegaan en hoe niet. Die dag heb ik me aangemeld. Ja. Hij heeft me persoonlijk niet gesproken. Integendeel, heeft hij me publiekelijk in een vergadering waar verschillende structuren erbij waren, heeft hij mij gewoon aangekondigd en gevraagd om een applaus voor mij, omdat ik keihard werk verzet en hij heeft kunnen constateren, gehoord, geconstateerd, en dat ik een harde werker ben. En binnen de politiek is het belangrijk wanneer de voorzitter jezelf binnenhaalt. Dan heb je minder strijd met jaloezie, met dit, met dat. Want hij heeft me persoonlijk binnengehaald. Ja. En dat heeft ook gemaakt dat het mij een belangrijke plek heeft gegeven binnen de partij. En toen kon ik werken. En dan ben ik doorgegaan. En dan heb ik ook bewezen met mijn capaciteiten dat ik daadwerkelijk de DNA-kandidaat kon worden. Mm-hmm. En dan ben ik het geworden in 2010. Wow. U kunt de verkiezingsresultaten kunt u zien online van de OKB, denk ik. 2010 ben ik het geworden. Ik ben DNA-kandidaat nummer 2 geworden. Ja. En zo heb ik samengewerkt met de NDP om de verloren zetel van de NDP en Marowijne terug te krijgen. Ja. En in 2010 was het die kapitein, oud-kapitein van Galibi, Ramses Kayuramari, hij is binnengekomen. Want hij was de lijsttrekker. Ik was nummer 2. Oké. Okay. Ja, zo zijn dingen gegaan bij de NDP. En na de verkiezingen, gezien ik in Frans-Guyana was, je moet ook weten dat ik de enige ben binnen de Surinaamse politiek die de eerste massameeting heb gehouden in Cayenne. Grote massameeting in Cayenne met de NDP. Ik was de enige die dat heb kunnen realiseren. Voor het eerst in onze historie dat een politieke partij van een andere land een massameeting heeft gehouden in Cayenne. Dat heeft John Samuel gedaan. Samen met een paar andere mensen hebben we het gedaan. Dat kan de NDP, het bestuur van de NDP kan dat beamen. Begrijpt u? Dus ik heb capaciteit getoond om gewaardeerd te zijn. En ook om me dichtbij te houden van projecten. Ook om me te benoemen in een diplomatieke functie. Ja. Om zaken nationaal en internationaal te doen. Oké. Okay. Dus vandaar dat u eigenlijk geïnspireerd geraakt bent om te zeggen, ik kan dit werk ook zelf doen. Dus dan heeft u gezegd van nou, ik ga bij de NDP weg. Maar wat was het doorslaggevende moment geworden wat u zegt van nou, nu ga ik het zelf doen? Nee, het zijn zo dat, kijk, NDP deed het goed. Ja. Maar er is een moment gekomen waar men naast je loopt. Ja. Jij bent de persoon die misschien een functie moet bekleden. Maar men neemt telkens mensen die niet nooit hebben gewerkt. Die met hun koude bil in hun cirkelruimte zaten tijdens verkiezing. Tijdens je opoffering om verkiezing te winnen. En dan benoemen ze deze mensen om je te komen onderdrukken, meestal. Want deze mensen kennen de politieke realiteit niet van het spel. Ja. Ze weten niet wat je hebt doorstaan om een verkiezing te winnen. En dan wanneer ze daar komen, dan is het telkens halen en trekken. Dan moet je telkens weer gaan strijden. Dezelfde mensen waarmee je verkiezing hebt gewonnen, dezezelfde mensen zetten anderen op jou om je te onderdrukken. Trouwens, je dezelfde capaciteit hebt, ja. Of zelf misschien meer, maar dan word je onder druk. En ik ben iemand, ik zeg oké, naar mij bekom, dan mag ik bakken. Want het is niet nodig om te gaan strijden, om telkens te vechten met mensen, om te zeggen, hi, het is John alweer, het is dit alweer, omdat ik het gemerkt heb, ja. Dat de mensen niet veranderen. Dat ze niet veranderen. Dat voor de verkiezing een ieder van elkaar houden, maar na de verkiezing, dan zijn we wel in een coalitie. We zitten wel in een winnende partij, maar we haten elkaar. Omdat je alleen maar nieuwe gezichten ziet na de verkiezing. Dus friends and family komen meer in aanmerking dan de hardwerkende mensen. Ik kan me nog heugen, ja. Een grote intentie
Saint-Laurent toen ik nog, want ik was consul van Suriname in Saint-Laurent, ja. Frans-Guyana. Ik kan me nog heugen dat ik een keer, doordat men zoveel uitmaakte van mensen, ik kan me nog heugen dat ik een consul-generaal uit mijn kantoor heb opgedonderd. Ik heb hem niet gewoon gevraagd om weg te gaan van mijn kantoor. Ik heb hem opgedonderd. Ik zeg het waarom ik hem heb opgedonderd. Omdat hij werd benoemd als chef de post. Hij zal zichzelf herkennen als hij deze live ook volgt of als hij het gaat horen. Hij komt aan en dat hij niet aan om te praten zoals we gewoon samen moeten werken. Hij zijn toespraak en dan staat die man op om weg te gaan. Ik zeg, nee meneer, als je hebt gesproken, ja, dan moet u ook naar mij luisteren. Nadat u heeft gesproken, dan gaat u verder. Zo gaat het. Als we samenwerken, dan praat u niet alleen, dan praat ik ook. Ja, natuurlijk. Maar als u alleen gaat werken, dan kunt u alleen praten, ja. Oké, okay. Heb ik dat gedwongen bij de kennismakingsgesprek. Nadien is die meneer naar Cayenne gegaan in zijn kantoor. Heeft zij nooit meer contact met mij opgenomen, trouwens ik de nummer 2 ben. Hij stuurt mensen om met mij te komen werken. Ik word niet gemeld. Hij heeft opdrachten aan mijn ondergeschikte, dat mag. Maar ik weet niet eens wat mijn ondergeschikte die direct onder mij valt doet. En daar hij praat niet tot mij. Geen probleem, want ik heb geen punt van gemaakt. Maar een dag komt hij bij mij op kantoor. En niet wetende dat ik daar was, want hij hoopte dat ik niet daar zou zijn. Maar ik ben daar. En gezien we geen ruzie hebben, ja, ben je verplicht je collega te gaan groeten. Natuurlijk. Dat is een teken van beleefdheid. Ja, zeker. Min of meer, ja. Ik was in gesprek met een bezoeker. En gelukkig was die bezoeker iemand van de NDP. Die meneer komt naar beneden, hij komt naar binnen. Mijn personeel meldt mij dat hij naar boven komt. Hij komt de trap op naar boven. Hij komt, hij groet. Meneer Samuel, goedendag. Ik zeg goedendag, ik heb hem teruggegroet. Ik hoef geen naam te noemen. Ik groet hem terug. En hij praat met mij alsof er niets aan de hand is. Ik heb hem netjes gegroet. Ik ben voorbij hem gaan lopen. Ik heb die deur van mijn kantoor opengemaakt. Ik heb gezegd, eruit. Hij zegt, wat meneer Samuel? Ik zeg, u heeft mij gehoord. Eruit. U bent een consul-generaal niet waard om mij zo te behandelen. U praat niet tot mij. U komt, u ziet mij. Dat komt u doen alsof alles glad is. Eruit. U verdient het niet in mijn kantoor te zijn. Ja. U praat niet tot mij. U maakt geen contact met mij. U laat mij niet weten wanneer er verandering komt en niet. U laat mij gewoon blauw. En dat komt u doen omdat er andere mensen er zijn. Dat komt u doen alsof alles glad is. Meneer Eruit. En ik wil u zeggen waarom u het niet waard is. Wanneer wij als propagandisten het veld opgaan, wij verlaten onze gezinnen om propaganda te maken. Ja. En laat in de nacht, diep in het bos soms, dan zit u nog met uw koude bil in uw airco-ruimte te wachten op een functie. Trouwens wij onze lichaam beschadigen om verkiezing te laten winnen. Ja. En die dag heb ik hem ook gezegd. Ik heb hem gezegd, u moet niet de minister van Buitenlandse Zaken melden dat John Samuel u uit zijn kantoor heeft gestuurd, heeft weggejaagd. Maar u moet ook de president melden. Zeg tegen de president, Mouterste, dat John Samuel, die hem tot president heeft gemaakt, u uit zijn bureau, zijn kantoor heeft gezet, omdat u zich heeft misdragen. U moet hem zeggen, want de minister heeft ook die propaganda gemaakt om daar te komen zitten. Ze kennen het veld niet. Wij maken het veld voor te klaar. Als u het niet weet, dan moet u vragen. En Samuel maakt geen deel uit van degene die buigen voor onrecht en ongerechtigheid. Gelooft u mij, meneer Redman Faya? Ja. Dat is gebeurd wat is gebeurd. Hij is weggegaan met de staf
met zijn staart tussen zijn benen. Victorie is nooit doorgegeven aan Paramaribo. Is nooit naar de president gegaan. Omdat hij weet hoe fout hij was. Hij weet hoe hij, heeft zich met, hoe hij zich heeft misdragen. Dus dat maakt deel uit van de manier hoe je soms, ik zeg niet altijd, soms, ja, mensen moet behandelen wanneer ze je willen kleineren, wanneer ze denken dat ze jou superieur zijn. Mm-hmm. Trouwens, zij zich niet goed gedragen. Trouwens, het jij bent, die zij daar geplant. Ja. Dus dat zijn dingen die ook, ik zeg niet dat ik gelijk heb om dat te doen. Ik zeg niet dat ik het recht in eigen handen moet nemen om zo tot mijn meerdere te praten. Ja. Ik zal het anders zeggen. Mijn meerdere heeft me in zo'n toestand en houding gedreven. En dan heeft hij de koek van zijn eigen deeg gehad om zelf te verwerken of om op te eten. Maar ik luister verder naar u. Nou, super. Als ik je zo hoor, dan gaat u waarschijnlijk ook anders te werk gaan zoals u behandeld wenst te worden. Zoals u het heeft aangegeven. Helemaal. In uw 11 jaar helemaal ervaring als jongeman, politicus binnen de NDP. Dus u heeft heel veel geleerd, heel veel tegenslagen gehad. Ja. En zegt van, je moet ergens beginnen, ja, om ergens ook te komen. Maar ik kreeg een paar app-vragen, maar die vragen die ga ik u straks stellen. Maar ik wil even met u meegaan. Ik wil dat u met me meegaat naar een vraag die eigenlijk de nieuwe wind vraag die binnen zou komen. Hoe is de nieuwe wind gesteld met de diaspora in het buitenland? Want we hebben meegemaakt in 2020 dat de diaspora behoorlijk werd gekleineerd door fake accounts, we weten wie er allemaal erachter zitten, en ook door bepaalde mensen, en dat ze niets in Suriname te vertellen hebben. Ze moeten maar daar zitten om een uitkering aan te vragen en om een uitkering te genieten. Maar tussentijd zijn we wel goed om eigenlijk voorbereidingen te treffen om onze mensen in Suriname te ondersteunen. Maar laat daarvan. Maar hoe is uw partij nu verweven met de diaspora? Wat is de connectie? Oké. Mag ik u dit meedelen? Bedankt voor die vraag. Ja. Men onderschat één ding. Ik heb het gemerkt bij elk politicus. Ze zeggen dat ze vernieuwing willen voor Suriname, ze willen Suriname vooruit. Ik ga u één ding zeggen. Mijn connectie met de diaspora loopt nu via de heer Hilmar Maknak, de ondervoorzitter van de Nieuwe Wind in Nederland. Ja. Maar ik wil meedelen hoe ik persoonlijk denk over de diaspora en ook hoe ik professioneel denk over de diaspora. Je weet, binnen de diaspora heb je goede en slechte mensen zoals overal. Ja. Maar ik praat over, maakt niet uit, je mag goed zijn of slecht zijn. Als je intentie goed is om Suriname te ontwikkelen, dan gebruiken we je intentie. Die intentie is belangrijk, want dat ding gaat niet om meneer Samuel, John Samuel op zich. Het gaat om Suriname. Ik ga u zeggen wat ik denk over diaspora. Ja, diaspora moet heel hoog behandeld worden, maar natuurlijk met duidelijke afspraken. Met name, die dubbele nationaliteit hoeft geen probleem te zijn. Voor mij is een Surinamer die in Suriname is geboren en zelf met 4, 5 andere nationaliteiten is het geen probleem. Voor mij is een Surinamer en een Surinamer moet Surinamer blijven. Mm. Eigenlijk hoort de diaspora niet eens een visum te betalen om naar Suriname te komen. Als ik moet zeggen wat ik denk op een persoonlijk niveau. Mm-hmm. De diaspora moet eigenlijk een eigen kanaal hebben. Men moet eigenlijk iemand neerzetten in Nederland die
op diplomatiek niveau bepaalde zaken kan regelen. Waar de diaspora hun wens te kunnen deponeren. En waar dat rechtstreeks sluis naar Suriname via regeringen. Begrijpt u? Ja. Ik zie dat VHP zoiets heeft geprobeerd om een vertegenwoordiger van de diaspora te hebben. Dat is niet fout. Maar hun intentie achter dat van de diaspora wat zij hadden, ze hadden ook donkere intentie. Daarom is het niet duidelijk naar buiten gekomen. Maar met de nieuwe wind hebben we eerlijke en open intentie. Is dat de diaspora belangrijk is? Is dat met de diaspora wij samen Suriname kunnen opbouwen? Is dat de diaspora wanneer je komt naar Suriname, jij die geboren bent of jij die een ouders hebt, die geboren is in Suriname, jouw ouders zijn Suriname, dus laten we zeggen je bent een oorspronkelijke Suriname, ja. Dan zullen er zaken gefaciliteerd worden voor deze mensen. Want de diaspora is de eerste investeerder in Suriname als te zijn de Surinamer met een buitenlandse nationaliteit. Want je gaat daar wonen, je verkrijgt de papieren vandaar, maar in je hart, in je geest, in je verstand wil je een huis bouwen in Suriname. Wil je een perceel kopen in Suriname? Praat je de hele dag bijna over Suriname. Alleen wanneer je aan het werk bent, dan praat je Nederlands. Omdat je collega's Nederlands op je werkvloer moeten praten. Dus de men moet rekening houden met de diaspora. Maar het probleem van de Surinaamse politicus. Het probleem van de Surinaamse politicus is dat ze eigen belangen heel veel prioriteit geven. Naast het algemeen belang. Ik geef een ander voorbeeld. Ja. De Surinaamse diaspora moet kunnen stemmen, zelf in een ander land, maakt niet uit, Nederland, Frankrijk, overal waar Suriname een vertegenwoordiging heeft, moet een Surinamer ook kunnen gaan stemmen in de ambassade of een aangewezen stembureau van de Surinaamse vertegenwoordiging door de Surinaamse staat. Ja. Zodat mensen zelf van buitenuit hun bijdrage kunnen leveren. Want andere landen doen het. En als we zeggen dat Suriname moet zich ontwikkelen, dan moeten we ook zulke ontwikkelingen kunnen meegeven. Maar weet je waarom ze dat niet doen? Ze weten dat de diaspora die nu andere vorm van bestuur zijn gaan zien, gaan meemaken, gaan ontdekken en die dat accepteren. De diaspora is in het licht gekomen door van anderen te hebben geleerd. Want de Surinaamse leiders van ons zijn misleiders, zijn misgunners. Ze gunnen het volk niet. Ze gunnen het volk niet door het volk weinig onderwijs te geven. Maar niet alleen weinig onderwijs, maar ook weinig middelen om te onderwijzen. Dus dat maakt dat het volk nog gemanipuleerd kan worden, omdat het volk niet genoeg is opgevoed met wettelijke zaken, administratieve zaken, constitutionele zaken en noem maar op. Dus vandaar dat ze op een bepaald niveau dit volk nog kunnen manipuleren. Maar als de diaspora de mogelijkheid krijgt om mee te denken, mee te delen en ook mee te stemmen, zullen we heel veel verandering zien in de stemkarakters van de mensen. Ik luister nu nog een beetje naar u. Nou, ik zie heel veel duimpjes daarboven. En mensen die reageren, klopt helemaal. En ik krijg even kippenvel, omdat waarom ik die kippenvel krijg, kijk ik weer terug naar iemand die 10 jaar jong was en die dingen heeft meegemaakt en het verschil duidelijk wenst te delen met het Surinaamse, met de Surinaamse gemeenschap. Vandaar dat ik die vraag heb gesteld. Waar zitten de wensen en het gevoel en de touch met de diaspora in uw partij? Want het is zeer belangrijk dat wij de diaspora niet ontzien. Dus
Ik ben helemaal blij met uw vraag. En u krijgt alleen maar mensen met bauxite, Powerman en Samuel. Maar er zijn nog meer vragen die ik u... Die mogen komen. Oké, die mogen komen. Zo. Onlangs hebben wij de Pan-America case gehad. Ja? Ja. En de Pan-America case, daar krijg je ook de vrije ruimte. Maar ik heb de kernvraag van mij van de Pan-America case is, er zijn buitenparlementaire partijen, politieke partijen, en binnen parlementaire politieke partijen. Waarom is er niet vergaderd met de buitenparlementaire partijen en de coalities of de oppositiepartijen binnen het parlement om een echte massale persconferentie te houden met juristen erbij om deze zaak niet individueel te bespreken bij een radiostation. Ik ga die namen niet noemen. Waarom is dat niet gebeurd? Dus dat is mijn vraag die wij ook als Surinamers, als diaspora en de doorsnee Surinamers, die vraag aan elkaar stellen. En nu het woord. Ja. Ik wil u meedelen dat het besturen van een land iets zwaarder is dan het besturen van een groep of van een bedrijf. Ja. Maar ze zijn bijna hetzelfde. Alleen is de verantwoordelijkheid groter en dan moet je anders ermee omgaan omdat je te maken hebt met verschillende factoren, met verschillende mensen. Ja. Ik wil meegeven, want vaak zegt men, ik ga u voorbeelden geven, vaak heeft men gezegd, motor ze nou aan boemang, maar naar de man om hem heen. Brunswijk nou aan boemang, maar zijn de mensen om hem heen. Ja. Ik geloof daarin niet. Ik ook niet. Als je goed bent, blijf je goed. Al komen slechte mensen om je heen, jij blijft goed. Jouw natuur is jouw natuur, jouw karakter verandert niet als je goed bent. Als je geen diep was voordat je directeur bent geworden, hoge functie krijgt, word je ook geen dief. Laten we eerlijk zijn. Ja. Er zijn mensen die van aard gewoon eerlijke mensen zijn die niet veranderen. En we zien dat weinig van deze mensen aan bod komen. Wat ik hiermee wil zeggen, wanneer jij als leider een opdracht, moet je opdracht ook gaan laten volgen. Luister nou, over 2 weken wil ik een rapport over dit en dat. En als je een rapport over 2 weken niet hebt, en dan heb je ook gevonden dat de persoon aan wie je de opdracht gegeven heeft, niet geschikt je opdracht uit te voeren, en dan roep je de persoon tot orde, of zelf tot vervanging, want we moeten duidelijke afspraak maken voordat mensen een functie aanvaarden. Laten we eerlijk zijn, het lijkt zo sterk en zo zwaar wat ik zeg, maar dit moeten we weten. Ware woorden zijn geen mooie woorden en mooie woorden zijn leugens. Ja. Dus de nieuwe wind is niet daar om friend and family blij te maken en ook zelf de Surinaamse samenleving zullen niet altijd blij met ons zijn wanneer we een beslissing zullen nemen, maar omdat het een voordeel is van het volk. En belangrijk is wanneer je goed uitlegt waarom je die beslissing hebt genomen. Mensen hoeven niet altijd eens met je te zijn, maar wanneer men praat over transparantie, betekent dat je vanaf nu al gaat uitleggen dat zoiets kan komen. En als de huidige president en de vicepresident de ruimte, de tijd niet daarvoor hebben gemaakt om met land en volk te praten over hun Pan-American project, dan is het al fout, het feit dat je niet communiceert. Dan is het al fout. Ik ga u een ander voorbeeld geven.
Je kan niet met een particulier bedrijf werken om zaken te doen voor regering. Mm-hmm. Dan begin je geld te storten zo voordat zaken zijn getekend. Ja. Dat is al een helemaal fout beleid. Begrijp je? Ja. Er zijn procedures. Dat geld is van het land, is van het volk. Er zijn procedures, er zijn processen. Die moeten gerespecteerd worden. En dat moet gebeuren. Ik geef u een voorbeeld. Ik heb een interview gehad vanmorgen met Frans Pinas van Radio Stamvaste. Hij vraagt van mij, wat gaat de nieuwe wind doen binnen de 200 dagen? Ik zeg tegen hem, meneer Frans Pinas, het is onverantwoordelijk. Het is onverantwoordelijk om mensen te komen vertellen, omdat anderen dat hebben verteld, dat ze in 200 dagen wat zouden doen. Begrijp je? Je kan me niet komen vragen wat ik in 200 dagen ga doen, omdat die anderen dat hadden gedaan en dat ze niet hebben gedaan. Ja. Kom me niet met anderen vergelijken. De Nieuwe Wind is een andere partij. De Nieuwe Wind heeft een andere en verantwoordelijke karakter. Ik heb tegen hem gezegd, het beste wat ik u kan zeggen binnen die 200 dagen, wat wij kunnen doen als het volk ons het land toevertrouwt, een mandaat toevertrouwt, het beste wat wij kunnen doen in de 200 dagen, als eerst is een inventaris opeisen en opvragen en opdragen. Luister goed wat ik heb gezegd. Ja. Een inventaris opvragen, opeisen en opdragen. Ja. Dus ik vraag ernaar, je kan gewoon ja krijgen en dan krijg je het nooit. Toch? Met ja. Het opvragen. Maar op eisen, dan gaan we grenzen bepalen. En als we opgeëist, dan gaan we opdragen om ernaar te werken. Ja, en precies. Als ik die inventaris heb, ik heb hem gezegd, binnen die 200 dagen gaan we meer een inventaris plegen. Ja. Gaan we meer een inventaris plegen dan een onderzoek doen, dan veel andere dingen. Omdat je in 200 dagen Suriname, zelf een plan kan niet werken in 200 dagen als je goed bestuur wil uitvoeren. Je bent niet in competitie. Je bent bezig met mensen, hun leven, verleden, heden en hun toekomst. Ja. Dus daarom noem ik, de mensen van de Nieuwe Wind, de visie van de Nieuwe Wind, is geen politieke visie, is een realistische visie. Om Suriname keihard uit de moeras te halen. En wie overneemt, moet ook ermee door kunnen gaan. Het is een duurzame plan, een duurzame visie voor land en volk. De rechten van de mensen die worden gebafoueerd. Ja. De plichten van degenen die horen te respecteren. Want hun plicht, wat is onze plicht? Is om belasting te betalen, is om de wet te respecteren, is om de vrijheid van meningsuiting van anderen ook te respecteren. Maar dat gebeurt niet in Suriname. We moeten Suriname, zoals anderen hebben beloofd, tot een rechtsstaat te maken. De Nieuwe Wind heeft een simpele methode om Suriname tot een rechtsstaat te maken. Minder bemoeienis met de politiek, maar Suriname moet 4 tot 5 procureur-generaals hebben. We hebben maar 1. Het is tijd om over te gaan tot meerdere, omdat als je maar 1 hebt, is die enige procureur-generaal, maakt niet uit welk bevolkingsgroep, maakt niet uit welk niveau, is onkoopbaar. En wie controleert de PG? Wie controleert de PG als de PG maar 1 is? Daarom. Kijk hoeveel zaken behandeld moeten worden. De PG heeft handen vol met alleen maar corruptiezaken, machtmisbruik, foutieve bestuurlijke zaken. Dus wat moet gebeuren? Wanneer je 4 of 5 hebt, dan geef je ook ruimte aan de rechters om te werken. En dan benoem je ook meer, je moet rechters ook gaan trainen. Wanneer 1 procureur-generaal een dossier niet behandelt, dan trek je terug van hem of van haar. En dan geef je het aan de anderen. En wanneer er meerdere zijn, je moet het competitief maken zonder dat jij je inmengt. Mm-hmm. Alles heeft een leiding. En wanneer die ene PG gaat zien dat een dossier van hem of van haar
is weggetrokken en overgedragen aan een andere, ja, daar ga je beginnen te merken dat mensen gaan werken. Daar ga je beginnen te merken dat juridische taken anders behandeld zullen worden. En er is ook een andere ding. Onze rechters moeten we meer gaan beschermen. Onze rechters gaan het niet publiekelijk zeggen. Je gaat het niet van ze horen. Maar waar mensen kan bedreigen om onder druk te zetten, ja, geloof mij, men doet het heel netjes. Dus onze rechters moeten we ook kunnen beschermen, zodat zij onafhankelijke beslissingen kunnen nemen. Ja. Zodat de rechtsstaat kan zegevieren naast de marktstaat. Mm-hmm. Er zijn concrete dingen die kunnen, maar onze misleiders gunnen het Surinaamse volk het niet om het goed te laten gebeuren in dit land. Wel, de nieuwe wind gaat dat laten gebeuren. De nieuwe wind gaat het echt laten doen. Omdat wij de capaciteit hebben en omdat wij de moed hebben. En gelooft u mij, mensen houden niet ervan om naar mensen als John Samuel te luisteren. Omdat ik alle friends and family systemen afbreek. Daarom gaan ze niet naar me luisteren. Maar als ik meega met hun schommel, met hun misleiding, met bedrog, dan ga je zien, en ieder gaat me prijzen. Maar ik heb hun oneerlijke prijs niet nodig. Ik heb de eerlijke prijs nodig voor de eerlijke Suriname. Omdat Suriname ook, nationaal en internationaal, wordt Suriname gezien als een van de meest corrupte land in de wereld. Als een van de meest achteruitgangsland in de wereld. Wij hebben potentie, maar wij doen niets. Gelooft u mij, meneer Redman Faya, ja, en alle volgers en luisteraars, John Samuel samen met zijn team, wij gaan Suriname een nationaal internationaal kredietwaarde geven. Deze president teruggevlogen. Die waar men tegen geprotesteerd heeft in een buitenland, in een buitenland bezoek. Het is zo erg, ja? En deze regering is de regering geweest, toch? Zo diplomatiek kinderachtig heeft deze regering 5 ministers gestuurd naar Frans-Guyana in 2020 tijdens COVID. 5 ministers hebben ze gestuurd, ja, om te gaan praten met een prefect. Niet eens een minister van Frankrijk is naar Frans-Guyana gekomen om met ze te praten. Daar toont deze regering hun onvolwassenheid in diplomatie. Ze geven verkeerde cijfers aan het volk. En wanneer je gaat verifiëren, dan zie je dat de cijfers verschillen. En dat vind ik zo erg. En daarom noem ik ze misleiders. Omdat ze allemaal keer op keer, NDP, HP, PL, ABO, NPS, ze hebben allemaal hun kansen gehad op elk niveau. En ze hebben niet van Suriname gemaakt. Dus vandaag gaan ze met nieuw project komen, ja, als op dit of dat. Maar al deze partijen hebben de slechtste contacten getekend van Suriname. Daarom is Suriname in dit geval nu in zo'n diepe moeras. Oké, daarom is Suriname in een diepe moeras. Daar heeft hij gelijk in. Ik sta sowieso haaks met wat u zegt, omdat ik ook een jonge Surinamer ben, die ook deze dingen zie gebeuren en heel veel andere mensen ook. Mijn mening telt ook. En mijn mening is gewoon wat ik vind over wat ik zie dat er gebeurt. Ik ken niet de diepte van bepaalde dingen zoals u de bepaalde materies kent, ken ik niet. Maar er is een vraag uitgebleven waarom er niet een persconferentie is gekomen tussen de niet-parlementaire partijen en de parlementaire partijen zoals de oppositie tegenover deze zaak van de Pan-Amerika Case. Dus heel kort, waarom u denkt dat het niet gebeurd is, of is het zo dat de mensen die buiten parlementair zijn, die eigenlijk niets te zeggen hebben? Maar jullie horen toch tot de gemeenschap? Uh, uh, uh,
Redman Fire, ja. Alsjeblieft. U weet hoe deze regering zich gedraagt. Ja. Dus als u mij die vraag stelt, ja. Laat me kort een antwoord geven. Ja, heel kort. Die persconferentie, die algemene vergadering met binnen- en buitenparlementaire partijen is niet gekomen. Ja. Omdat deze regering niet weet te besturen. Ze zijn onverantwoordelijk bezig met het volk. Ze zijn niet goed bezig met het volk. Dat is een heel korte antwoord wat ik u kan geven. Oké. Okay. En als je volgt wat allemaal gebeurt, dan hoef ik niet te zeggen dat deze regering ongeschikt is om dit volk te sturen. Maar er is maar 1 jaar. We hoeven geen ruzie meer te maken. Mm-hmm. Laten we rustig blijven. Laat het volk zelf de ketting verbreken. Nou, we gaan rustig wachten tot 2025 dat het volk zelf de ketting zou moeten breken. En dan ga ik naar de volgende vraag. Helemaal. Kijk, ik heb onlangs geluisterd. Ik denk dat hij waarschijnlijk ook bepaalde interviews luistert van bepaalde voorzitters van bepaalde partijen wanneer ze zeg maar op de radio zijn of interviews afleggen. Ik wil heel weinig dingen missen, vandaar dat ik dit ook niet gemist heb. Maar ik wil weten hoe u hierover denkt. Het gaat om uitspraken van de voorzitter van de NPS. U als andere politieke partij, we zitten aan de vooravond van verkiezing. Binnenkort vooravond zeg ik al, want het gaat heel snel. Maar de voorzitter heeft gezegd dat de NPS scholen zou hebben gebouwd en het binnenland zou hebben ontsloten. En ook het project van Victoria zou hebben opgezet. En ik ben op onderzoek uitgegaan, maar ik wil weten of mijn inzichten en mijn onderzoek ook hetzelfde zijn. Zoals wat de voorzitter heeft gezegd. En dat ze vliegvelden hebben gemaakt en het luchtruim hebben ontsloten voor de mensen in het binnenland. Maar ik heb me iets anders laten vertellen, maar ik wil even weten wat u als u die reportage of die interview heeft geluisterd, of het interview heeft beluisterd van meneer Rusland. Dat is mijn vraag. Ik wil meegeven, met alle respect van de persoon, ja. Wil ik meegeven dat meneer Rusland goed moet nadenken wanneer hij over de binnenland praat, over het binnenland. Want de binnenlandse bewoners zijn nu wakker geworden. Je weet, we hebben heel veel goede leermeesters nu. We hebben Google, we hebben Facebook, we hebben TikTok, we hebben... bijna heb je nu geen leerkracht of docent meer nodig om voor je te staan. Ja. En de wereld is zo gemakkelijk geworden dat zelf analfabeet mensen Redman Fire kunnen volgen in Nederland, terwijl ze in het bos zijn waar ze ook geen school hebben. Ja. Dus meneer Rusland, vanaf ik klein was, ik was groeiend, en ieder weet dat de NPS het binnenland heel veel heeft misbruikt met zinkplaten, zoutvlees, met kleine dingen, kruiwagen, hooivork, harken. Dus hij moet zich schamen om te praten over het binnenland. Laat hij het anders doen. Want als de NPS zoveel had gedaan voor het binnenland, dan had de NPS altijd nog zetels gewonnen in het binnenland. Ja? Ja. Want één ding moet je weten. Dankbaarheid is iets wat de binnenlandse bewoners wel hebben. Ja. Maar mensen zien toch wat er allemaal gebeurt. Mensen zien toch, als NPS zo goed goede dingen had gedaan, dan waarom hebben ze voor het binnenland leerkrachten met bosakte? Bosakte, ik zeg bosakte, mm-hmm. Om les te geven in het binnenland. Trouwens, daar ook Suriname is. Waarom hebben ze mensen vandaar klaargemaakt, maar dan hebben ze niet
niet altijd mensen van de Paramaribo gestuurd. Begrijp je? Ja. Dus, en waarom kan die mensen in het binnenland met hun bosakte geen les? Waarom kunnen ze... Zij geen les komen geven op OS, bijvoorbeeld OS Welgelegen, of OS Quata, of OS Sunnypoint. Die bosakte was gewoon een papier om die mensen administratief aan te trekken, om ze op de rol te zetten, om ze te kunnen betalen. Want je kan iemand, volgens de wet, kan je iemand niet gewoon betalen uit staatskas, dan heeft de persoon geen functie of om administratieve juridische rechtspersoonlijkheid. Mm-hmm. Dus die bosakte. En die mensen die bosakte hadden. Sommigen zijn nu al met pensioen. Zelf hierbij binnen worden ze niet beschouwd als leerkrachten. Ze worden beschouwd als begeleider. Dus NPS moet goed op hun meneer Rusland. Als hij gewild is of niet, dat laat ik over aan de kiezer. Men praat veel dat men hem niet lukt en zo. Dat gaat mij ook niet aan. Ik ben niet degene die met modder strooit op anderen. Hij heeft zijn eigen loopbaan. Maar één ding wil ik wel zeggen, Redman, Faya en volgers en luisteraars en kijkers. Is dat de Nieuwe Wind nog geen mandaat heeft gehad. De Nieuwe Wind is een onbevlekte partij met eerlijke mensen. Ja. En het zou goed zijn om de Nieuwe Wind de ruimte te geven om te bewijzen wat wij kunnen. De ruimte te geven om te doen wat NPS en al die anderen in 50 jaren niet hebben kunnen doen. Want, laat mij dit zeggen. De heer Gilmar Maknak met zijn nationale en internationale competenties en capaciteiten. Ja. De heer John Samuel met zijn nationale en internationale capaciteiten. Laat mij u zeggen, meneer Redman Faya. Ja. Met één telefoon kunnen we heel veel veranderen voor Suriname. Met één telefoon met een partner aan de andere lijn. Kunnen we zaken doen, kunnen we praten, dan is Suriname binnen no time zijn bepaalde dingen veranderd. Maar degene die daar zitten, weet je waarom de veranderingen niet komen, meneer Redman Faya? Nee. Ik ga u zeggen, ministers, president, DNA-voorzitter, noem maar op, allemaal. Wanneer ze praten met mensen, wanneer ze hebben gesproken met de investeerder, die man bijvoorbeeld of die vrouw zegt, ik wil 700 miljoen in het land brengen. Hoe ga ik het doen? Weet je wat ze te horen krijgen? Ja. Ze krijgen te horen. Hoeveel krijg ik? Hoeveel procent krijg ik? Want dan ga ik je kunnen helpen. Ik help. Dus ze praten zo persoonlijk dat een ieder van ze wegrent. Mm-hmm. Ik weet niet waarover ik praat. Ik heb gezeten in hoge commissie. Vergaderingen. Ja. Ik heb in een bepaalde tijd, ik heb bewijs waarover ik praat en dat ben ook ik ook. Ik heb ook een groep vertegenwoordigd in Suriname, Frans-Guyana. En die groep heette de Mantas Investment Group. Die groep had $2 miljard voor Suriname klaar om staatsprojecten te ontwikkelen. Die mensen van die groep hebben mij gevraagd om in contact te treden met de president, om in contact te treden, toen was het IDCS. Ja. IDCS was het ontwikkelingsbureau van de regering toen. Er zijn gesprekken gevoerd, er zijn MOU getekend, projecten vanuit Surinaamse kant nooit boven op tafel geweest. Dus wat zijn de leiders die het land vernietigen? Laten we die nieuwe leiders maken, Redman Faya. Zeker. Het is tijd voor nieuwe leiderschap. De tijdstip van deze oude mannen, met respect voor ouderen, maar wanneer je oud bent en je gedraagt je niet goed en dan wil je daar nog misleiden, dan ga ik zo tot je praten. Van de oude politiek, het misleiden van hun moet nu komen tot het eindigen. En dat kan alleen met behulp van het volk. Ja. Ik kreeg een appvraag tussendoor, dat is van meneer Saalblok. Ik ga die gelijk aan die
Zorg even mensen, als je die vragen wel hebt kunnen doen, want ik heb nog drie vragen persoonlijk voor meneer Samuel, maar ik wil even overgaan naar de app-vragen. Meneer Sablog die stelt hier een vraag. Hoe denkt zijn partij de gerechtigheid te brengen binnen ons verdeeld Surinaamse gemeenschap? Onder waardering van de eerste bewoners die tot slaafgemaakte en contractarbeiders. Laatste vraag. Wat weet hij, wat zijn partij doen in de DDPA kwestie nazaten? Dank u. Twee vragen. Oké. Kijk. Het is een mooie vraag. Het is een duidelijke vraag. Ja. Maar om aan die dingen te komen, moet je alvast een mandaat krijgen van het volk. Mm-hmm. Als je mandaat hebt gekregen van het volk, daarbij het verkregen mandaat, dan ga je hoorzitting houden. Naast je plan wat je hebt, dan ga je hoorzitting houden. Die hoorzitting ga je houden buiten de staat om, dus met jouw parlementariër, met het volk. En als je je hoorzitting hebt gehouden, dan ga je aankaarten wat de problemen zijn, naast wat je al weet. En wanneer je hebt aangekaart wat de problemen zijn, dan ga je de problemen in categorieën plaatsen. Met name urgente categorie, noodzakelijke categorie, ja, dringende categorie, belangrijke categorie en dergelijke en dergelijke. En dan ga je de deskundigen pakken om te opdragen om oplossingen te brengen in deze case. Maar je blijft volgen. Laat mij dit zeggen. Ja. Dat om een verandering te brengen in Suriname is natuurlijk 5 jaar niet genoeg. Mm-hmm. Is 5 jaar niet genoeg. Begrijp je? Het zij zo dat om die verandering te brengen heb je een beetje tijd nodig. Je moet nieuwe mensen ook gaan trainen. Mm-hmm. Die nieuwe mensen moeten getraind zijn voor de anticorruptiegroepen. Ja. Begrijp je? Die mensen moeten erop voorbereid zijn. Het zijn geen mensen die je gewoon gaat afsturen op mensen af om dit of dat te doen. Begrijp je? Het is belangrijk te weten dat mensen getraind moeten zijn om de verschillende opdrachten uit te voeren. Maar wij hebben aangegeven dat wij de vonnissen zullen respecteren. Die zijn uitgekomen van de internationaal Amerikaans Hof. De vonnissen zullen gerespecteerd worden. Ik geef een ander voorbeeld. De kwestie grondrechten van de tribale volkeren zullen we ook in orde maken. Zullen we aanvechten totdat het een werkelijkheid wordt voor de mensen. Oké. Okay.